Deroy, als je terugkijkt op het afgelopen jaar, wat was 2018 voor jou? 2018 was een mentale jaar, wil ik het zeggen. Ja. Natuurlijk de degradatie met Sparta Rotterdam. Maar ook weer een mooi jaar aan de ene kant, omdat ik eerste keer Jong Oranje. Ik heb wedstrijden mogen meemaken die, waar ik gewoon trots op ben en waar ik gewoon blij mee ben. Dus aan de ene kant was het een mentale jaar, maar aan de andere kant was het ook weer een mooi jaar. Dus een beetje tussenin. Wat was de grootste uitdaging? De grootste uitdaging? Zo, moeilijke vraag. Ja, grootste uitdaging. Ik denk dan toch wel Jong Oranje. Omdat het is de eerste keer daar. Hoe ga je met je zenuwen om? Hoe is het nou echt daar? En je komt opeens op tv met veel mensen die kijken. En, dus dat was denk ik wel de grootste uitdaging. Waar ben je het meest trots op? Waar ben ik het meest trots op? Jong Oranje sowieso. Maar ook gewoon hier bij Sparta dat ik heel veel minuten maak. Dat ik eigenlijk vrijwel alles speel. En dat is toch wel iets wat belangrijk is in mijn ontwikkeling. Wat had je achteraf gezien liever anders gedaan? Achteraf gezien dat ik liever een... niet echt veel eigenlijk. Ik denk niet dat ik veel spijt heb van dingen of weet ik voor wat. Tuurlijk zit het in je hoofd, die degradatie. Maar het is niet iets waar je echt... waar je als enige, als individueel een verandering in kan brengen. Het is natuurlijk een teamsport, dus op zich niet echt iets. Wat wordt 2019 voor jou? 2019 wordt een jaar met veel succes, hoop ik. En wat ik in 2018 heb bereikt, dat verder voor te zetten. En nog een leveltje hoger te zetten. Dat wordt wel de doelstelling.